Traditioneel wordt een aantal maanden voor de Beb van Klaveren Memorial het Beb-ontbijt gehouden. Dat is voor mensen die het boksevenement een warm hart toedragen. De ochtend begint leuk met een demonstratie van jonge talenten. Maar als iedereen aan tafel zit, slaat de stemming om. Deze ochtend wordt een speciale ochtend, omdat wij helaas slecht nieuws hebben voor u. Het wordt de laatste Beb van Klaveren Memorial. Ik heb het voor Aad gedaan, ik heb het voor Beb gedaan. Maar het is niet meer op te brengen, dames en heren. En wij zijn 6 maanden in afwachting geweest van het gesprek met de gemeente. Het is er niet gekomen. Wij willen graag vragen van wat is de waarde van het evenement voor de stad. En hoe kunnen we het evenement continueren zonder dat het door ons als bedrijf nog een keer 10 jaar op vrijwillige basis wordt georganiseerd. De gemeente is wel degelijk in gesprek met de organisatoren van de Beb van Klaveren Memorial. In eerste instantie via onze stichting Topsport, die daar de beste contacten mee heeft. En het lijkt er nu op dat zoals de organisatie nu wordt georganiseerd, dat het volgend jaar niet meer zo kan doorgaan. We zouden willen dat er toch maar veel met vrijwilligers wordt gewerkt. Dat willen zij liever niet. We zouden ook denken van hef is entree, dat willen ze ook niet. Natuurlijk vindt de gemeente het niet fair om alleen naar de gemeente te kijken. Maar de gemeente, zeggen wij op onze beurt, draagt alleen de sporthal bij. En dat is best een bedrag. 15% begrepen van de begroting. Nee, onzin. Ja. Want de totale begroting is 80.000 tot 85.000 euro. Dat klopt. Al een beetje uitgekleed. Hoeveel draagt de gemeente Rotterdam daar aan bij? Ik denk naar schatting een 10-15%. Het is duidelijk, het wordt moeilijk om hier uit te komen. En daarmee gaat een typisch Rotterdams feestje verloren. Goed voor entertainment, netwerken en een plaats waar jong talent de kans krijgt. En dat beseft de Boksbond maar al te goed. En dus stapt directeur Peter Bonthuis tijdens het ontbijt naar voren. Volgende week dinsdag hebben we een bestuursvergadering van de Boksbond. Wat ik wil toezeggen dat we daar in ieder geval het onderwerp op de agenda zullen zetten. We kunnen natuurlijk ook meekijken, wat ik net zeg, naar het programma. We kunnen kijken op sponsorgebied of daar nog iets te doen is. Aantal kostenbesparingen, onze technisch directeur inschakelen bij een aantal dingen. Dus er zijn best nog wel wat mogelijkheden. Dus misschien dat we een bijdrage, het is geen zekerheid, maar misschien dat we een bijdrage kunnen leveren. Elk evenement moet wel met geld georganiseerd worden. En als het geld er niet is, ook niet bij de Boksbond, dan hoef ik niet lelijk naar de Boksbond te kijken. Dan is dat een gegeven. De Boksbond lijkt dus ook het laatste redmiddel niet. En als er niets verandert, wordt op 10 november echt de laatste Beb van Klaveren Memorial gehouden. Het is een fantastisch evenement. Het is een evenement, je mag het qua grootte niet vergelijken misschien. Maar evenementen waar iedereen uit Rotterdam altijd is. Wij proberen met alle macht boksen uit de achterstandszaaltjes te halen. En het een mooi podium te geven daar waar het verdient. En dat was voor ons, voor de Beb van Klaveren, het podium. En dat valt nu weg. Ja, en dat allemaal rondom een fenomeen wat Beb van Klaveren was. En nog steeds vanuit die traditie. Ja, het zou dood en dood zonde zijn als het verdwijnt.